Gedurende de 2 maanden heb ik mijn leerlingen enkele opdrachten gegeven. Een korte video te maken over een plant, insect of een dier. In de komende video zien jullie dan het resultaat van enkele leerlingen. Vandaag gaan we het hebben over een stengel. We verdelen de stengel in 5 groepen, namelijk 1, het eendknop. 2, de bladoksel. 3, de okselknop. 4, de knoop. 5, het lid. Het lid is het deel tussen 2 knopen. Dus dit deel. Goedemorgen jongens en meisjes. Vandaag ga ik praten over het organenstelsel bij een hond. De meeste mensen hebben een hond als huisdier. En om de organen te zien en te benoemen, moet je een doorsnee maken. En op dit plaatje heb ik een doorsnee gemaakt. De organen zien er als volgt uit. Hier heb je de dijspier. Hier heb je het dijbeen. Hier heb je de nier. Hier heb je de dunne darm, dat is afgesneden. Hier heb je de wervelkolom. Hier heb je de rim, dat is afgesneden. Hier heb je de ruggenmerg. Hier heb je de hersenen. Hier heb je de slokdarm en hier de luchtpijp. Hier heb je de long en hier het hart. Hier heb je de lever, hier de maag. Hier heb je de dikke darm, dat is afgesneden. En hier heb je de blaas. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.